Alright boys, welkom terug bij een nieuwe video van GTA 5 Online. En vandaag heb ik voor jullie een bijzondere auto, want dit is een muscle car. Maar niet zomaar een muscle car, dit is een elektrische muscle car. Ja, beetje raar. Ik weet ook niet wat ik daarvan moet denken. Maar dat is deze auto, de Bravado Buffalo EVX. En deze hebben we laatst gezien, volgens mij in de video met die geldbusjes. En dit ding was echt mokertje snel. Ik heb nog steeds mijn twijfels of dat legit was. Het zag er een beetje cheaty uit. Maar we gaan hem vandaag even pimpen. We gaan hem onderhand nemen. En het eerste wat me trouwens opvalt is de auto is lang, man. Beetje rare verhouding. I don't know. Ziet er een beetje gek uit. Maar ja, we gaan ermee aan de slag. Hij is dus elektrisch. Ben ik geen fan van. Dit zou in mijn ogen strafbaar moeten zijn. Maar laat maar in de comments achter of je het ermee eens bent. Muscle cars elektrisch maken moet strafbaar zijn. Ja, deze auto was volgens mij iets van 2,1 mil. En, oh, er staat iemand voor mij. Gaat hij maar opblazen, denk je? Niks dan. Hij staat op de bus te wachten. Kijk. Maar ja, deze auto is 2,1 mil. Oh, hier hebben we ook een auto. Kijk eens aan. En deze auto heeft ook die... hoe heet die upgrade ook alweer? Die Imanitech upgrade. Dus je kan er allemaal armor op gooien en allemaal gekke dingen. Dat gaan we zo meteen ook doen. Ook is er de optie... voor die HSW upgrade, waardoor die sneller wordt. Alleen dat kan niet op PC. Ik heb heel veel comments gezien van mensen die iedere keer zeggen, waarom doe je dat niet? Ik speel dit op PC. Op PC heb je die upgrade niet. Vraag me niet waarom. Die is er gewoon niet. Wij kunnen hem een beetje breder maken. Weet je wat? Hij is al zo lang, hij mag inderdaad best wel wat breder worden. Al zie ik... Oh ja, ik zie wel van Chuck. Ja, dat doet hem goed. We kunnen hier een soort van NASCAR auto van maken. Want dat hadden we laatst gezien. En dat zag er best wel vet uit. Dus misschien dat we dat ook gaan doen. We gaan eens even kijken. Ik vind trouwens die voorkant op zich al vet. Zo met die LED verlichting. We hebben 13 verschillende voorbumpers. Misschien dat ik eerst even moet kijken bij de liveries. Misschien dat dat de beste keuze is. Dan kunnen we aan de hand van die livery kijken wat we doen. Hier hebben we de liveries. 11 verschillende opties. En we hebben natuurlijk weer de bekende strepen. En hier hebben we al die andere gekke dingen. Ja, ik denk dat het op zich wel vet kan zijn om er een soort NASCAR-auto van te maken. Dat was oorspronkelijk niet echt mijn idee totdat ik het had gezien bij iemand anders en het zag er serieus goed uit. Waarschijnlijk als je hem gewoon simpel houdt, ziet hem rood met deze livery. Is super stijlvol. Dat kunnen we in eerste instantie doen. Dan kunnen we na de rand al even kijken naar die andere. Maar we waren uiteindelijk bij de bumpers. Dan gaan we de engine. EMS upgrade. Explosion hebben we die nodig. De hood. Ik vind het op zich wel vet hoe die motorkap zo onder die grill doorloopt. Dat is wel cool gedaan. I don't know. Deze kan op zich wel. Ik vind deze smal. Maar we doen deze. De street vent hood. Louvers. Louvers. Ik vind op zich louvers altijd wel vet. Ik weet niet. Ik vind het wel cool. De vraag is alleen, doe ik ze body color? Of doen we ze zwart? Ja, we doen ze body color. Ja. Wat wel raar is, is dat deze auto gewoon een spiegels heeft. Je zou verwachten dat deze van die camera's zou hebben. Omdat die al elektrisch is en zo. Maar we hebben gewoon de spiegeltjes. Dat is goed nieuws, want het... wat zijn dit voor spiegeltjes? De roof. Oelala, wat kunnen we met het dak doen? We kunnen hem zwart maken. Dat is op zich nog wel een idee. En dan die louver zwart. Dat wil ik zo meteen toch nog even checken. Dat kan op zich wel een optie zijn. Carbon fiber heb je nog. Je hebt ook nog een roof scoop. Ik weet ook niet waarom. Ik kan niet helemaal draaien. Ik wil de voorkant van de auto zien, maar dat werkt niet. Oké, dit is dan weer een beetje jammer. Dat loopt niet door. Er zit letterlijk een randje. Waarom past dat niet? Come on, man. Iemand heeft niet opgelet. Wauw. Ergens heb ik zoiets van, ik wil geen spoiler doen. Er zijn niet al te veel opties. We hebben DuckTales. Misschien dat dat een beetje clean is. Ja, dat zou kunnen. Oké. Dit is verschrikkelijk. Oh! Oké, wat is dit? Nou, heb je zo'n grote achterklep? En dan hang je hem erachterop. Why? Dit is ook zo lelijk, hè. Ongelooflijk. We kunnen voor dit gaan. En dit zou op zich wel passen bij een soort van NASCAR-type auto. Maar we proberen eerst even gewoon een clean tune. En dan zal het waarschijnlijk met die DuckTale zijn, die eerste. We gaan gewoon eens even naar buiten. We moeten zometeen toch naar die andere garage toe voor de Imanitech. En dan gaan we een andere tune doen. Maar voor nu, doe hem even zo. Dan gaan we eens even rondrijden. En hoe bevalt die?
Hij zou nou een stuk sneller moeten zijn. Ik kan niet zeggen dat hij echt veel sneller voelt. Mijn eerste indruk. Oh. Hallo. Mip, mip. Ik weet nooit wat er gaat gebeuren als je mensen tegemoet rijdt, right? Ja, dit is volgens mij niet echt een hele geweldige auto, dit. Ik zal nog even snel kijken trouwens wat precies die prijs was. Volgens mij was het 2.1 mil. Ja, 2.1. 2.14. En daar staat hij dus. Bravado Buffalo EVX. En dit is sowieso niet de snelste muscle car. Dat weet ik vrij zeker. Volgens mij is dat de Figaro. Ja, we rijden even snel terug naar die andere garage. Want nee. Ik, weet je, qua looks is hij een beetje meh. Qua rijgedrag is hij meh. Qua geluid is hij jak. Alright, nou, we zijn hier. Ik weet niet meer hoe deze... Oh, de agency, stond dat ik in beeld. Hier kunnen wij dus die... ik vergeet altijd hoe het heet. Imani Tech kunnen wij hier doen. Hier staat dit dan. Ik vind het nogmaals geen lelijke auto om te zien, though. Van de voorkant. Als je hem zo aankijkt, ziet hij best sick uit. Alleen de zijkant is gewoon een beetje... vooral de achterkant. Oké. We gaan hem dus een volledige makeover geven. Dus eerst dus die Imani dingen. En... wait. Heeft dit ding geen plating? Misschien staat het ergens anders bij. Lijkt me niet, though. 400k voor die Missile Lock-on Jammer. Is sowieso een aanrader. En ik zie trouwens al staan armor plating letterlijk bovenaan. Dat zal wel helpen. Ik zou dit in principe wel willen testen. Alleen dat kan volgens mij niet echt solo. Dus, oh, heb je proximity mines nog? Slick, hoppatee. Is er nog meer nieuw? Oké, dit is wat we dus gaan doen is we gooien die spoiler op deze. Op de een of andere manier past die bij de auto. De Classic Wing. En dan moet dus ook die livery eraf. En dan, ja, de grootste vraag is welke livery? Want ze zijn eigenlijk allemaal best wel lelijk. Oeh, ik vind dit best wel een vette mix. En dan zou ik die secondary color op het dak, die zou ik rood kunnen doen. Om dat rood een beetje terug te brengen. Wacht. We are onto something. Waarschijnlijk kunnen we die kleur niet matchen, though. Er is niks wat zo fel is als die livery. Ik denk wel dat we ermee doorgaan. Met deze mix match. Ik vind het een goed idee. Alleen dan nog steeds, wat is mijn primary color? Ik vind dat bruine. Het is een beetje bruin-grijzig. Ik vind het best vet. Ik ga niet liegen voor je. Wat denken jullie van deze vellingen? Ik vind ze niet echt fantastisch. Maar op zich, op de een of andere manier vind ik het wel passen. Ik wilde eigenlijk iets doen met rood. Maar rood wordt gelijk wel echt veel te veel rood. En ik denk dat we voor deze gaan. Ja, het is een beetje gekke vellig. Het is ook een gekke auto. Ik denk dat we klaar zijn. Volgens mij hebben we nou alles gedaan wat we kunnen doen. Een truckhorn. Ze moeten ons aanhoren komen, want we hebben geen geluid, want hij is elektrisch. Alright, we zijn klaar. We gaan naar buiten. Hoppatee. Er zit een bounty in de lucht. We kunnen daar trouwens niet heel veel zien. Van onze auto, omdat het zo donker is. Het geluk wat we nou dus wel hebben is, ze hebben niet die lock-on. Ze kunnen ons niet in één klap opblazen. Of in ieder geval, dat kunnen ze wel. De kans is niet zo groot. Alleen ik kan ook niks doen, want... ja, hoe wil ik hem uit de lucht halen? I don't know, ik heb geen guns. Heb ik überhaupt... ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks waarmee ik iets zou kunnen doen. Stel je voor als ik me zo uitzie, dat zou zo sick zijn. Ja, daar ga! Ik heb nog een fake sniper die ik gebruikte. Dat ding werkt voor geen meter. Hé, we rijden even lekker een beetje rond. Kijk, de auto is in principe niet veel veranderd. Nou, hij zou misschien iets zwaarder zijn vanwege die armor plating. Ik weet niet of dat echt effect heeft in deze game. Boys, ik heb even de auto aangepast. Hij is nou wit. Ik vind hem best vet. Ik vind het vetter dan dat hij net was. En goede nieuws is, de bounty is inmiddels uit zijn hockey. Dus we gaan eens even kijken of we een beetje kunnen lastigvallen. Ik ga hem niet gelijk proberen te killen. Ik wil hem een beetje irriteren met een oliespoor. Alleen, waarschijnlijk dat hij dat anders ziet. Ik hoorde het glas al. Je hoorde het en je zag het glas al gelijk breken. Hij pakte gelijk een gun erbij of weet ik wat hij aan het doen is. Kijk, het ding is dus wel... oh, ik heb geen body armor. Kijk, het ding is wel... ik zal waarschijnlijk niet in één klap opgeblazen kunnen worden. Maar ik kan mij er wel gewoon uitschieten. Oh, ik heb alleen light armor. Nice. Waarom zit hij stil? Rijd door! Oh. Ah! Ik rijd door mijn eigen oliespoor heen. Really? En waarom stond hij daar op straat? Ik heb mezelf genaaid nou. En dan kan ik daar niet heen rijden vanwege dat oliespoor. Ik ga me eruit schieten. Waar is hij?
Hij zit weer in de auto. Oké, oké. Rijd door! Ik wil achtervolging! Hallo, Jay Fox! Ah! Wat? Welke gun had hij? Holy moly! Zo zie je maar weer. Als je mensen ziet, moet je gewoon doodmaken. Klinkt misschien een beetje brut. Maar dat is de levensles. Hoeveel health? Nou, we hebben in ieder geval $10,000 bounty, hoppatee. Ik blijf het raar vinden hoe mensen mij kunnen one-tappen. Maar volgens mij is het ook echt puur die headshot. Gewoon een lucky headshot en dan is de één klap natuurlijk voorbij. Hey, onze bounty is weer gesignaleerd. We kunnen er weer achteraan. Ik wil hem nogmaals niet gelijk killen. Dat moet ik wel doen. We hebben net geleerd dat we dat zeer zeker moeten doen. Maar ik ben eigenwijs. Kijk, eigenlijk moet ik de bounty hebben. Ik weet niet of ik een bounty op mezelf kan zetten. Want dat is het leukste. Dit ding zal waarschijnlijk niet in één klap opgeblazen kunnen worden. Dus dat is één. En het tweede is dus, ik heb dat oliespoor. Het enige probleem wat we zouden hebben is motoren. Maar ja, daar kan dat toch niks tegen doen. Weet je, ik vind de auto op zich wel fijn rijden. Hij is natuurlijk niet super snel. Het is en blijft een muscle car. Maar voor een muscle car rijdt hij wel chill. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ja, qua wegligging en zo. Hij is helemaal niet overdreven slippery. I like it. Ik word zo hard ook opgeblazen. Ik weet het, joh. Hier ligt ergens een proximity mine. Ik rijd er overheen. Boom. En dat was het dan weer. Ik wil ook niet in één lijn achter me aanrijden. Maar ja, wat moet ik anders doen? In me omrijden schiet er ook niks meer op. Gaat hij links of rechtsaf? Hij gaat linksaf. Weet je wat we doen? Vliegen. Oh! Oh! Dude. Holy. Dat was beautiful. Dat was beautiful. James Bond is er niks bij. Ik geef het op, boys. Ik geef het op. Met een staart tussen de benen. Ik kan er gewoon niet bij houden. Zelfs niet met die epic stunts die ik erbij deed. Ja, als dat niet meer werkt, dan werkt niks meer, hè. Dan is het klaar. Wat heb je eigenlijk links? Wat is dit? Oh! Ah, crimineel! Wat? Wat? Hoe kan ik hem niet aanrijden? Stop! Wat? Oké, nou wel. Ik wou net zeggen. Hij kan niet aangereden worden. En nou is hij ineens in één klap dood. Dat niet. Stop, buddy! Kom hier! Stop! Jesus! Hoeveel kogels hebben die mensen nodig? Oh, hier. Hier ligt zijn loot. Een rugzak. Stolen cash. Moet ik dat nou terugbrengen? Dus wanneer ben ik de good guy? Hoe vaak heb ik deze winkels overvallen? Wow! $20,000 als reward. Dit zijn wel leuke dingen ook. Dit zijn echt allemaal die kleine dingen die gewoon altijd al in het begin van GTA hadden moeten zitten. Van die random encounters. Dat maakt de wereld zoveel levendiger. Het gaat ook helemaal niet eens om het geld, maar gewoon meer zoals van, oh, ik heb ineens een random iets wat hier gebeurt. En dat is altijd leuk. En wat minder leuk is, is dat er volgens mij bijzonder weinig te doen is in deze lobby. Ik was al in een lobby gejoined in de hoop dat er wat meer acties zou zijn. Maar ook hier zijn geen bounties. Dus ik denk dat we zo meteen toch maar eens gaan stoppen. En ik ben wel benieuwd wat jullie nou van deze auto vinden trouwens. Laat maar achter in de comments. Ik vind het geen afgrijzelijke auto of zo. Ik vind hem op zich wel vet. Het heeft iets. En dan ook mijn livery en zo. Het is een beetje... een beetje over de top, maar het mag. Oh, en er is letterlijk nou een $3,000 bounty. Wat is deze timing? Waar is zij? Is het daar? Kan ik daar nog even snel heen? Dan gaan we nog even snel proberen. En kijken of we hem kunnen killen. Hij rijdt sowieso terug de stad in. Ja, wat is dit nou? Ik had zo'n mooi idee. En dan draait hij om. Ik denk, ik kom hem hier mooi tegemoet rijden. Nee hoor. Heel jammer dit. Hallo? What are you doing? Zit hij onder de grond? Is dat het? Oh, wow. Nee! Ah! Oké, ik rij over me heen en jij leeft nog? I'm dead. I'm so dead. Ah! Oh, hij is inderdaad dood. Maar niet aan mij, door de politie. Er is nog een andere bounty. Ik dacht dat hij achter die auto stond. Vandaar dat ik tegen die politieauto aanreed. Dat leek op de minimap. En, oh, wow. Lucky you! Ah! Mijn gun schiet niet! Ah! Wait.
Ja, dit ding schiet super laat. Ik hield die knop al 3 dagen in en er gebeurde niks. Ja, hij gaat me er sowieso uitschieten met die minigun, dat wil ik zijn. Ik heb geen sniper, ik heb alleen een fake sniper, dus... dit ziet er niet goed uit voor ons, boys. Oh, ik kan hem ook net niet zien, hè. Oh, daar. Wacht. Ah! Heb ik hem? Ik had hem! Sheesh! Het is zo naar, die sniper die zoomt zo weinig in. Nogmaals, het is niet echt een sniper. Het is gewoon een nep ding. I don't know. We hebben in ieder geval onze bounty. Er was nog een andere bounty van 7000. Maar weet je wat? Die mag je houden. Oh, hij loopt hier. Ah! Ik dacht iemand die beneden liep. Ik denk ik land op zijn hoofd. Weet je wat? Ah! Ja, weet je. De auto rijdt op zich best prima. Niet voor 2,5 mil. Dus ook niet de beste auto uit zijn klas had ik gezien. Dus er is geen enkele reden om deze auto aan te schaffen. Naast dat hij er misschien leuk uitziet. Nou, hier zijn we dan, boys. We hebben een klein beetje schade gehad. Holy moly, ik kreeg mijn auto. Hij heeft wel eens beter uitgezien. Maar dit zijn battle scars. Dit vertelt zijn verhaal. Hé, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga in ieder geval mee stoppen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En mocht er iemand weten of er nog nieuwe auto's aankomen, laat het even achter in de comments. Want ik heb geen flauw idee. Voor de rest, vond je het leuk? Drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houden we.